Welkom bij Beleefde Lente 2020. Ik ben Diewertje, clipmaker van de Kerkuilen dit jaar. En ik ben op bezoek bij het stelletje Kerkuilen. Hier achter mij in de Hooiberg gaat het dit jaar allemaal gebeuren. En we zijn op het erf van Mark. En Mark kan ons heel veel vertellen over de hooischuur. Ja, hoi allemaal. Wij zijn hier een jaar of vier geleden begonnen en een van de dingen die we als eerste hebben gedaan is de hooiberg gebouwd. Toen die klaar was, meteen een kerkuilenkast erin opgehangen. En toen kregen we eigenlijk van de experts te horen van nou, dit is zo'n mooie plek, hè, daar zit echt binnen 1-2 jaar zit wel een kerkuilenpaardje in. Ja, die 1 tot 2 dat klopte wel inderdaad, maar in plaats van jaren waren het dagen. Dus na 2 dagen hadden we het eerste paardje daarin zitten. En ja, we beginnen nu aan ons 4e broedseizoen alweer met ja, behoorlijk wat nestsucces. Behalve een goed en veilig erf is het natuurlijk voor een kerkuil ook heel erg belangrijk om ja, voedsel te kunnen verzamelen. De kerkuil zal zeker zijn prooi op het erf vinden. Maar wat deze plek nog interessanter maakt, is dat ook de omliggende stukken gewoon heel gevarieerd zijn. En dat zowel het daar gewoon goed leven is voor muizen en prooidieren, maar dat de kerkuil ze ook nog kan vinden. Want als je hier alleen maar tussen heel hoog graan in zou zitten, ja, dan wemelt het van de muizen, maar dan kan de kerkuil ze eigenlijk niet bejagen. Korte stukjes, ruige stukjes, wat grotere bomen, wat grotere struiken. Nou, je ziet gewoon dat zorgt voor een enorme variatie aan mogelijke prooien. Ja, en dat weet die kerkuil wel te waarderen. Nou, wij hebben er in ieder geval heel veel zin in. Ik hoop jullie ook. Tot in de hooischuur!